In films zie je altijd robots gaan dit kunnen doen, gaan dat kunnen doen. Robots hebben niet zoveel nodig om als menselijk geïnterpreteerd te worden. Maar ik zou liever robots willen hebben die nuttig zijn voor ons. Ik werk nu al zo'n 6 jaar op verschillende projecten rond robots. Ik ben Shirley Elprama en ik hou me bezig met de vraag: hoe kan een robot nuttig zijn voor jou? Robot in mijn leven? Nou, ik heb niet per se behoefte aan, nee. Want ik ben op zich al lui van mezelf en ik wil niet nog meer lui worden, dus... Zo'n robot voor te stofzuigen wel, maar voor de rest zou ik geen robot moeten hebben. Hoe lang duurt het tegen dat je een mechanische verpleegster aan je bed krijgt? Ja. Ik denk dat we dan geen werk meer gaan vinden. Maar dan moeten ze die niet zo slim maken. Er zijn natuurlijk altijd onethische experimenten met robots, maar dat is op elk vlak. Maar voor de rest... Als het nuttig is, waarom niet? Als het ons vooruit helpt, waarom niet? Als we er niet slechter van worden, waarom niet? Het enige punt van kritiek dat ik heb, is dat als robots mensen hun dingen beginnen over te nemen ten nadele van de mensen. Waar eindigt dat dan? Waar heb je dan als mens nog controle over? Ik vind technologie heel erg fascinerend, maar ik ben ook altijd van mening dat de mens zich niet aan de technologie moet aanpassen. Ik hoop als onderzoeker echt impact te hebben op de technologie ook en dat die doet wat de mensen willen. Wat mensen graag willen is eigenlijk praten met een robot. Vandaag zijn we in de bibliotheek in Gent. We hebben de Pepper-robot meegenomen en op de Pepper staat al de software. Dus we spelen een liedje af, we laten de robot wat zeggen. En dit gebruiken we eigenlijk om te zien hoe kinderen reageren op de robot Pepper. Hallo. Hallo. Hoe heet jij? Ami. En ik Luna. Robots die je nu al kan kopen, die zijn nog maar heel erg basis. Maar je kan alvast wel wat verkennend onderzoek doen om aan te geven van ja, kijk, dit is wat de maatschappij, wat de gebruikers, wat kinderen daarvan verwachten. Om later dat wel in die robot te steken, in die hardware en in die software. Ja, echt. Papa. We zien dat jongere kindjes misschien wat bang waren voor de robot. En dat zag je ook in haar eerste reactie, dat ze een beetje zo terugtrok. En dat hebben we vaker gezien nu bij jongere kinderen eigenlijk. Dat is dan wel iets wat je rekening mee moet houden. Hallo! Hallo! Hallo, ik ben Kippen. Het meisje is wel op zoek naar die bevestiging. Wat normaal is, hè? Wat normaal is. Ze zoekt vooral oogcontact met mensen, niet met robot. Je ziet dat de kinderen gefascineerd zijn door de robot. En ze willen de robot ook aanraken. Maar echt zo'n slappe vingers. Ja. En zo plakkerig van mijn moeder. Je zag heel veel kinderen die zo de armpjes wilden aanraken, de vingertjes. Dat ik een beetje zoiets had van, oh, ik hoop dat ze dan die vingertjes niet per ongeluk stuk maken. Want het is een robot, hè? Het kan ook wel stuk gaan. De robot hoeft niet altijd menselijk te zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld wel gezien bij een ander project dat we bij Audi in Brussel hebben gedaan. Dat menselijkheid van de robot er wel voor zorgde dat die robot echt onderdeel werd van het team. En hoewel die arbeiders bij Audi werken met, laten we zeggen, 500 robots in een fabriek. Al die robots die hebben nooit een naam gegeven. Maar deze robot die ook kon reageren op hun gebaren, hun instructies kon opvolgen, die een menselijk gezicht had, die kreeg al wel een bijnaam. Dus in dat opzicht was dat menselijke aspect van de robot wel belangrijk. Dat die mensen daar graag mee werken, dat ze er trots over zijn, dat ze er grapjes over maken. Hoe doe je? Kom dansen! Er zijn mensen bang dat die software zodanig gaat evolueren, artificiële intelligentie,
dat mensen er niet zoveel controle over hebben, dat het niet duidelijk is wat er precies gebeurt van binnen. Ik vind dat lastig om in te schatten of dat echt gevaarlijk is. En aan de andere kant zie je ook wel dat robots in de fabrieken in het verleden ook heel veel jobs hebben overgenomen van mensen. Ik zal een liedje voor je spelen. Aan de andere kant, we hebben ook gewerkt met collaboratieve robots. Dat zijn robots die gaan samenwerken met mensen. Dus dat je niet zomaar het werk afneemt van een arbeider, maar dat je die robot gebruikt om het werk wat lichter te maken. Neem maar vast. Nog ietsje verder. Lukt het? Voilà, c'est. Samen met twee woonzorgcentra uit Gent hebben we ook een ander onderzoeksproject gedaan. Dat we de robot zouden gaan inzetten voor personen met dementie. Voilà, kijk zij, ze staat hier al recht. Zijn we er klaar voor? Ja, met zijn handen. Voor te lachen. Het volgende nummer is Vlierke van Walter de Bie. Ah, voilà, dat kennen we. Vlierke, ja. We gaan me allemaal meezingen, hè? Ja? Ja? Ben je al te zonder spel? Ik niet fel. Ik speel het liefst van al. Ik was maar een kind, een tjintje kruiven in de gang. Dat zal komen te halen, mijn leven lang. Mensen hebben meer zorg nodig. Zorgbehoefte stijgt. En zeker als je fysiek arbeid doet, dan kunnen wij die robots gebruiken om het daarin te ondersteunen. Technologie in de zorg is voor sommige mensen iets zeer vreemds. Sommige mensen verkiezen eerder het menselijk contact boven zoiets. Anderen zijn zeer positief en gebruiken Zora ook heel graag. Maar dat hangt ook af van hoe hun persoonlijkheid is ten opzichte van technologie in de zorg. Goed, Jacqueline. Met de technologie die er nu is, kunnen we alvast zien hoe denken bewoners over de robot. Wat werkt wel, wat werkt niet. En stel dat een robot echt al zelfstandig zou kunnen rondwandelen in zo'n woonzorgcentrum, dan moet je bijvoorbeeld denken aan het geluid, aan de verstaanbaarheid van een robot. Toon mij de kaart met rolschaatsen op. Wie heeft de rolschaatsen? Ik denk dat het wel een mooi startpunt laat zien van waar vertrekken we. Probeer het nog eens. Als zo'n robot nog meer autonoom kan doen, dan kan het ook mensen nog meer helpen. Als je nu een persoon nodig hebt om een robot aan te sturen, dan kost dat ook tijd. Tegenwoordig hoor je heel veel zeggen van, ja, die robotten die gaan alle manuele arbeid overnemen, dus er zijn geen arbeiders niet meer nodig. Maar dat is eigenlijk niet juist. Wat wij met onze vingers kunnen doen, kan geen enkele robot. Nog altijd niet en waarschijnlijk nooit. Ik zie de robotten niet de revolutie prediken en de mensen opzij zetten. Laat ons maar rustig blijven. Een robot wordt nog altijd geprogrammeerd door een mens. Een computer kun je trainen, maar dat is allemaal beperkt tot een bepaalde soort opdracht. Wat je ziet gebeuren, dat is dat er cobots ontstaan. Dat wil zeggen robotten die samenwerken met een arbeider die zorgt dat die robot de juiste dingen doet. Maar dan krijg je een heel ander soort opleidingen. En daar is het probleem. Wij moeten in onze samenleving absoluut het onderwijs aanpassen om mensen te leren in die nieuwe wereld te functioneren. Als onze bijna klassieke industrie zich niet aanpast aan die technologie, gaat ze hopeloos achteruit gaan.
Evelien, zeg, wat vind jij van Zora? Vind jij dat leuk? Ja. De activiteiten dat we doen? Ja. Hé? Ja. En heb jij haar soms graag een keer op je schoot of niet? Is me zwaar. Wil je hem een keer vastpakken? Ja. Ja? Ga hem ook ondersteunen, hè? Ja. Is ze zwaar? Nee, ik voel hem niet. Is zwaar? Zo ligt hem niet. Ja. Sommige bewoners zijn echt gek op die robot. Die houden die robot vast alsof het een kindje is. Die beginnen eigenlijk een hele dialoog. Af en toe moet ons Zora ook een beetje rusten, hè? Ja, nu moet hem rusten, hè? Ja. Hé? Vond je het leuk dat wij straks liedjes gezongen hebben? Ja. Wat vind jij van Zora? Oh, magnifiek. Dat is wel echt heel mooi om te zien. Wat voor een effect dat heeft op die mensen. En dat die zo... Ja, dat die ermee gaan praten alsof het een kindje is. En dat was echt, ja, dat is wel echt... Daar word je wel even stil van als je dat ziet als onderzoeker. Je moet niet bang zijn voor technologie, denk ik. Je moet het een beetje fascinerend vinden. Maar aan de andere kant ook wel nieuwsgierig zijn gewoon naar het menselijke aspect.